De actiegroep Kritische Groninger Boeren is niet heel enthousiast over het stikstofrapport van Johan Remkes dat gisteren naar buiten werd gebracht. Volgens Remkes moeten verkeer, industrie, maar vooral de landbouw minder stikstof uitstoten. Te veel stikstof leidt tot verzuring van de grond, wat slecht is voor veel planten en dieren in natuurgebieden. Veel landelijke politieke partijen en wetenschappers lijken overwegend positief te staan tegen de aanbevelingen die in het rapport staan. De actiegroep Kritische Groninger Boeren noemt het rapport oude wijn in nieuwe zakken. Eén ding, dat moet je Remkes nageven, hij heeft de partijen aan tafel gekregen en er is inhoudelijk gesproken. De standpunten liggen nog wel heel ver uit elkaar voor wat betreft de doelen, zo simpel is het. Belangrijk deel van het plan is een uitkoopregeling. Als je naar uitkoop wil, en ze hebben het dan over een riante uitkoopmogelijkheid. Riante uitkoopmogelijkheid is ongeveer 60% van de waarde en de rest is staatssteun. En daar hebben ze bij Brussel nog niets voor elkaar. Van Marum vindt boeren de ideale natuurbeheerders van hun eigen grond, mits ze daarvoor beter gecompenseerd worden. Er zijn 5 grote thema's in Nederland en in Europa die spelen. Dat is bodem, water, biodiversiteit, klimaat en energietransitie. De enige sector die het in zich heeft om dat met elkaar te verbinden, dat is de agrarische sector. Dus wil je wat, moet je zorgen dat je financierbare verdienmodellen op die 5 thema's krijgt. En dan kan een boer ook zeggen van, hey, als ik 160 koeien melk en ik kan hetzelfde saldo halen met 100 koeien en ik kan de rest verdienen met die andere diensten, nou, dan kun je ook een automatisch verloop, dan kun je misschien terug in vee. Maar op dit moment zien wij geen enkele, of eigenlijk vrijwel geen lichtpuntje om dit uit de slop te trekken.